Ketels, mijn naam is Thomas en vandaag in deze video gaan jullie zien hoe ik mijn Kreidler Floret helemaal ga opknappen. Van echt een frame met de verkeerde kleur naar origineel staat. Dus laten we maar snel beginnen, want het is echt een hele leuke klus geweest en hij is ook heel mooi geworden. Maar dat gaan jullie allemaal zien. Ik denk ja. Ja, we zijn aan het livestream. Hey, hebben jullie nog een kratertank liggen? Nee. Dat spijt me. We zijn er wel in aan het schuren. Oh, dat zie ik. Ja. Maar nee. Ik had een tank liggen. Thomas. Thomas, waar kwamen we net achter? Laat even zien voor de video kijkende kijkers in plaats van de livestream. En nu zien de live kijkers trouwens het ook. Oh ja. Beige! Dit is de kleur beige die hoort. De kans is wel groot dat dit origineel is, omdat het gewoon echt eronder is en niet gespoten. Tadaa. Ja, dit is wel sick. Ja mensen, dan zitten we dus nog met het probleem dat dit buddybakje, zeg maar twee bouten heeft zitten hier en die zijn gestanst, die hebben zo'n soort van koppie. En dan zouden ze niet moeten ronddraaien, maar dat doen ze dus wel. Dus ik ga heel voorzichtig met de slijptol die moertjes weghalen en dat stukje dus ook wat daar aan bout in zit. Victorious. Broodje. MT. Broodje op de MT. Kom dan op de tv. Maar meer een soort van hele grote bassist, weet je wel, een bas. Zo'n Baywatch scene van, weet je wel.
bij elkaar. This is Thomas. He's suffering. He messed up his spray painting. And he now tries to correct it. It's going to be a tough journey. Oh ja, we hebben dus tijdens het spuiten zeg maar alles gewoon in de verf gejazzigd en toen heeft Thomas dit er niet uitgehaald, dus we gaan dit heel even schoonmaken zodat de balletjes goed weer rollen. Geen speling. En hij is een beetje, dat zag je heel even. Dat is eigenlijk dus gewoon dat je hem vast erop draait. Omdat wat ik dit doe, draai ik hem los. Wat ze hebben gedaan, is ze hebben gewoon een extra topmoer. En die tik je eigenlijk gewoon tegen hem aan. Ja, deze moet. Zodat hij tegen elkaar aan blijft. Maar dat de ballenspeling ook weer niet te veel wordt. Want dadelijk heb je speling. Nee, ik ga het niet nog een keer zeggen. Nee. Ik ken Zedat, Stijn. De kansen op een partner worden dan heel klein. Nee. Nou, Thomas zei. Nee. Wil jij je gaatje nou ook zo goed gevuld hebben? Kom langs bij CA Classics. Dit staat hè? It's the real deal. Heb jij nou brandende aanbijen? Shut up! Maar heel erg dichtbij vond ik er toen opeens een na echt een half jaar. Yeah.
dus wel nice om te zien. Dit is dus je choke. Ja. Als die omhoog staat, zet hij uit. Yes. Als je hem indrukt. Veel cleaner pakken. Oh hey, kijk nou, een tweede Kreidler frame. Van wie zou die zijn? Oh. Ja. To make it go boomba klaar.